Welkom bij weer een nieuwe video van alles rondom auto's. Vandaag maak ik een video over alles rondom elektrisch rijden. En dus vandaar deze elektrische Smart. Zo, we zijn weer een stukje onderweg met Smart Electric. Ik heb net ook even een stukje gestuurd. Ik heb deze auto alleen al de benzineversie een paar weken geleden als leenauto gehad. En eigenlijk beviel die me toen niet zo. Misschien ligt het eraan dat ik best wel een lang stuk moest rijden op de snelweg, waar deze auto natuurlijk niet een optima forma is. Maar ik moet zeggen dat nu in deze elektrische versie de nadelen die ik in de benzineversie ervaarde redelijk weg zijn. Je hebt nu gewoon een redelijk vlotte auto die van 0 naar 100 of van 0 naar 60 gewoon goed optrekt, altijd koppel beschikbaar. Oké, we staan hier nu bij Fastnet. Dat is een soort. Ja, lijkt op McDonald's, hè? Ja. Behalve McDonald's. Zeker weten, ja. Het is een beetje een McDonald's logo, maar hier kan je dus je elektrische auto opladen. Ja, je herkent het. Het is een goed hek, maar zonnepanelen op het dak, dus je weet gelijk dat je elektrisch en groen bezig bent. Wat je dan gelijk ziet, is dat er eigenlijk drie verschillende stekkers zijn. Of hier zijn drie verschillende stekkers. Ja, en eigenlijk moet je goed kijken naar wat voor stekker er in je elektrische auto past. We beginnen hier helemaal links met de Manneken stekker. Tweede standaard, hè, in Europa, voor nu. Ja, dit is voor nu eigenlijk de Europese standaard, dus je zal het ook veel op Europese merken vinden. Dus de Smart die wij ons bij ons hebben, die moet deze stekker hebben. Je zal nu zien dat als je een laatste zon zoekt, 90% van de laatste stekkers hebben deze aansluiting eigenlijk. Tweede optie is eigenlijk de snellaadstekker. Ja, het gaat demo genaamd. Ja, wat je veel ziet in de auto's, bijvoorbeeld de Kia Soul. Als je de tankdop opdoet, dan zie je aan de linkerkant zit de standaardstekker eigenlijk. En daarnaast zit dan de snellaadstekker. Als laatste hebben we nog de combo stekker. En eigenlijk moet dit een beetje de nieuwe Europese standaard worden. En waarom voor deze is gekozen is omdat hij zowel gelijk als wisselstroom aan kan. En hij kan zowel snel als normaal laden aan. Dus als het goed is moeten nieuwe elektrische auto's die in Europa in ieder geval op de markt komen. Voorzien worden van deze stekker. Ja, en als laatste hebben we dan ook nog de Tesla oplader. Het is eigenlijk gewoon een adapter voor de Manneken stekker. En dit kan non, dat steek je dan in je Model S of Model X. Dus ook Tesla heeft hier een aparte stekker. Maar we hebben een uurtje geladen nu, of een uur en een kwartier hebben we nu geladen. Dus we gaan eens even kijken wat het... Hoe ver kunnen we weer? Ja. We zijn dus nu onderweg. We rijden ongeveer 20 minuutjes na de lading. En onze actieradar is met 19 kilometer afgenomen. Terwijl we er denk ik 50 kilometer denk ik. Dus het gaat nu wel hard achteruit. Ja. Ja, en ik denk dat dat ook een van de hoofdconclusies is van deze dag. Het laden is echt super simpel. Daar hebben jullie vandaag een mooie uitleg over gegeven. Maar je moet zeker Smart moet je wel echt goed nadenken over de range. Ja, dus je kan ermee, als ik zou zeggen, oké, ik ga hier dagelijks mee rijden, ik kan hier mee naar mijn werk, ik kom terug, alleen maar thuis te laden. Maar als ik zeg, ga je even een afstand bij iets opladen, dan moet ik wel een paar keer lunchen onderweg. Op Ampera komt er natuurlijk aan in een range van zo'n 400 kilometer. Tesla Model 3, ook met zo'n soortgelijke range. En het zijn allebei auto's die ook denk ik. Ja, je moet goed nadenken over je ladingen en het zal in het begin echt wel wat stress misschien zal opleveren, wat laadstress, maar op den duur zal je eraan wennen en zal je echt 9 van de 10 keer prima uit de voet kunnen, zelfs met actieradius van deze auto max 130 tot 150 kilometer. Ja, inderdaad. En dat wordt alleen maar beter, dus is elektrische toekomst? Hybride zeker, elektrisch. Als de actieradius groter wordt,